Hervormingsdag en Halloween valt op dezelfde dag. In deze video gaan we kijken wat Gods woord hierover zegt en hoe we hier als christenen mee kunnen omgaan. Hierover gaan we in gesprek met dominee Brugge. Dominee, ik heb een stelling voor u. Namelijk op 31 oktober moeten wij als christenen binnenblijven. Moeten wij als christenen binnenblijven? Dat zou ik niet doen. Ik zou niet bang zijn voor de duisternis. En natuurlijk, Halloween, het is eng, het is een geesteswereld, het is tegen de Bijbel. Maar ga gerust naar buiten en ga dan op weg naar een bijeenkomst waar de reformatie wordt herdacht. Want dat gaat om het licht van Gods genade en de rijkdom die er is in de Heer Jezus Christus. Dominee, u heeft een tijdje in Canada gewoond en daar is Halloween natuurlijk best wel een ding. Hoe ging u daar als predikant mee om? Dat klopt. We hebben inderdaad met ons gezin en met mijn vrouw 4 jaar in Canada gewoond. En in Canada kon je gewoon niet om Halloween heen. In elke winkel kwam je het tegen. Niet alleen die pompoenen, maar ook geraamtes en lampjes die dan branden. En zelfs in het ziekenhuis, als ik op ziekenbezoek ging. En ik ging naar het gemeenteziekenhuis in Lethbridge. Dan was ook daar dat je op de afdelingen van soms zelfs de meest ernstige zieken, kwam je de geraamtes tegen als een blijk van Halloween. Als we uw visie rondom Halloween en hervormingsdag misschien ook wel in één zin zou mogen vormen, hoe zou u die dan laten? Halloween is echt het feest van de dood. En in Halloween gaat het alleen maar om voorouderverering. En daarin zie je dat dat gebeurt in landen waar de kerk minder sterk is, minder mensen naar de kerk toe gaan en de kerk op de achtergrond verdwijnt, dat dan het heidendom ervoor in de plaats komt. Dominee, wat zegt de Bijbel eigenlijk over Halloween en hoe kunnen wij hier als christenen mee opgaan? Een hele goede vraag van je. In de eerste plaats, als je in de Bijbel goed lezen, komen we het woord Halloween zelf niet tegen. En toch zegt de Bijbel wel iets over Halloween, wat het betekent. Want het is het aanbidden van de geestenwereld, van de oude Germanen en van de Kelten. Dus het gaat over afgoderij. En ik denk dat de Bijbel, de Heer ook zelf zegt, dient mij, dient de Heere alleen en houd je verre van de afgoden. En dat vinden we in het Oude Testament. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt, gij zult de Heer uw God alleen dienen en hem alleen eren. En als christen, hoe kunnen wij met Halloween omgaan? Ik denk dat het goed is dat je er niet alleen maar je een idee over vormt en daarop reageert. Dus heel erg verzet of juist geïnteresseerd en erin meegaan. Dat is een groot gevaar. Maar dat je er kennis van neemt, er wat over leest. En dat je er dan achter komt hoe onbijbels het eigenlijk is en dat het eigenlijk pure afgoderij is. Een leven en een stijl die helemaal haaks staat op Gods woord. En wanneer je dat dan weet, dan is het ook duidelijk voor je, daar moet ik me heel ver van houden. Wat zouden wij op 31 oktober kunnen doen als christenen? Mag ik misschien een hele eenvoudig antwoord geven? Misschien wel heel voor de hand liggend zelfs. 31 oktober is de dag waarop we in de kerk gedenken dat in 1517 iets begon, namelijk de reformatie, Maarten Luther. En na donkere middeleeuwen, waar er niet in de landstal werd gepreekt, waar de Bijbel werd overwoekerd door allerlei tradities, door de Roomse kerk, bracht de reformatie het woord, de Bijbel, terug. En werd niet de traditie en de goede werken, maar de genade onderstreept. En dat de mens niet kan zalig worden door zichzelf en door wat hij doet of wat hij laat, maar door geloof. En ik zou zeggen, ga op 31 oktober naar buiten. En ga op weg naar een plaats, naar een bijeenkomst, naar een kerkdienst misschien, waar dat wordt herdacht en waar we dat herdenken. Hoe kunnen wij een hervormingsdag gebruiken om ons, of wat wij beleiden, te verdiepen? Naast dat we elke zondag in de kerk zitten en naar een preek luisteren die de dominee houdt of
wanneer de gemeente vakant is, de ouderling leest. Dat je ook zelf de Bijbel mag lezen, is op hervormingsdag, reformatie, herdenking, ook de gelegenheid dat we kennis nemen wat het heeft betekend dat de reformatie kwam. Dat in plaats van de duisternis het licht van Gods woord aanbrak. En dat we Halloween niet nodig hebben. Een oudheidens gebruik. Ons verdiepen in geesteswereld, dat leidt van de Heer af. Dat leidt eigenlijk ook tot ons verderf. Dan moeten we ook eerlijk zijn, dat zegt de Bijbel ook. Maar dat we op 31 oktober, hervormingsdag, goed beseffen wat het heeft betekend dat de duisternis van de middeleeuwen verdween en wat de rijkdom de Heer in zijn woord geeft. En dat iedere zondag laat preken, bijzonder op die 31ste oktober, om daarbij stil te staan. En er mag ook wat zijn wat aan de geschiedenis, aan Calvijn herinnert, dat we daarbij stilstaan bij het leven van Maarten Luther. Dus in het algemeen verdiep je in wat er op hervormingsdag zoveel jaar geleden heeft plaatsgevonden en waar we nog steeds de vruchten van mogen plukken. Nog steeds het wonder dat het evangelie van God in Christus mag worden gepreekt. Fijn dat je keek naar deze video over hervormingsdag en Halloween. Al grijnst de duivel ons nog zo aan tijdens het vieren van zijn feest Halloween, dan kunnen we ons nog vasthouden aan het lied van hervormingsdag. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Gods woord zal altijd hetzelfde blijven en houdt stand in eeuwigheid.